Welkom bij, bij de, de Regenboog, regenboog Rotterdammers. Rotterdammers! Welkom bij Regenboog Rotterdammers, zoals jullie horen. Ja, vandaag hebben zij de onderwerpen uitgekozen Dat maakt niet uit, is het het Beetje moeilijk en waarschijnlijk ook voor best wel veel mensen. Nou, het onderwerp is namelijk. Oh. afvallen. <laughs> Waarom ik dit onderwerp naar boven wil brengen namens mezelf, laat me het eerst even daarover houden. Ik ben, ik ben uh, 90 kilo en ik moet eigenlijk tussen de 60 en de 75 ongeveer zitten als mijn lengte van 1,65. Maar ik ben te zwaar en dat weet ik omdat mijn. ik heb een puik. Noem, we noemen het in de familie een schort. Ja. En ik kom er best wel voor uit dat ik dik ben. Nou ja, dik is het niet, maar je hebt een buik zitten. Dus eigenlijk moet er gewoon 10 kilo of 20 kilo af. Ik kom best wel veel aan wat ik ook eet, dat weet ik. Ik moet eigenlijk leren om s'avonds na het avondeten niet meer te snoepen. Ik ben altijd geneigd om een boterham te eten of een kringetje of iets anders. Nou ben ik begonnen wel een beetje met afvallen. Ik doe het in combinatie van sport. Combinatie van eten. Combinatie van wandelen. Combinatie van werk. Combinatie met het feit dat ik uh, killer body deed via Laurens. Daar haal ik recepten uit. En ik doe niet alles, want ik mag... Waarvan van één recept die ik helemaal weg van ben? Crochette pasta. Oh, die is zo lekker, hè? En nou ook de papoenensoep. Mijn schoonmoeder heeft uh, pompoensoep gemaakt en ik heb het nooit gegeten, dus ik kon niet zeggen: van, Oh, vies, weet je wel. En ik heb het gegeten en uh, ze kwamen eventjes langs, omdat uh, uh, mijn vrouw heeft loopoor. Omdat zij uh, eieren en koelproducten niet mag hebben en kan eten, noem maar op. Dan krijgt ze dus loopoor. Ze kwamen even langs en zo en ik zei: Zo van, ik heb nog een soep. Dacht ik dus. <laughs> maar goed, zij weet, dat gaan we niet opnoemen, dat houden we hier. Zij weet best wel veel, ja. meer dan ik. Maar zij kan het best afvallen, dat weet ze zelf. Hier zit dat wel. Ja, eigenlijk. bij de oude bedrijf, waar ik dus haar heb leren kennen, heb ik uh, zes keer op een dag gegeten. Uh, wat bedoel ik daarmee uh, nou ja, ik ging dan in de ochtend ging ik toen die tijd uh, cornflakes eten dat was dan, uh, ik stond dan uh, moet ik even goed even nou, we ze, maar alles even op en dan namen we zo'n cornflakes pakkie. Uh, dus dan... zeg maar, nou, dat, dat is dan uh, laten we zeggen 7 uur om zo te zeggen dat, dat ik die had uh, 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 om zo te zeggen Nou, toen ging ik gelijk naar werk natuurlijk Nou, 2 uur later was het tussendoortje om zo te zeggen, dus eigenlijk in principe de tien uur ochtend, uh, ja de tien uur pauze, ochtendpauze noem maar op, moet ik dus mijn tussendoortje eten. Verder niks. Nou, twee uur later, nou dat is dan de grote pauze, heb ik dan uh, boterhammen gegeten gewoon. Heb ik gewoon uh, twee boterhammen gegeten. Nou, dan weer twee uur later, nou, dan was ik dan thuis, om zo te zeggen, geloof ik. Nee, vier uur waren we pas klaar. Nee. Nou, dan ging ik uh, tussendoortje eten. Fruit. Fruit. En dan kwam weer thuis. En nou, toen waren we vier uur klaar, kwamen we thuis. Nou, uh, avondeten natuurlijk maken, avondeten gegeten. Uh, nou, en dan twee uur later. Nou, dat is dan eigenlijk in principe iets van uh, acht uur, om zo te zeggen. Nou, dan ging ik yoghurt, geitenyoghurt eten. Om zo te zeggen. En, hoe noem je dat? Uh, of ik ging iets anders eten. Ik weet even niet meer wat, maar in ieder geval of ga je yoghurt drinken? We gaan uh... even lachen. Ik ga mijn moeder even opnemen, want ze staat in de action. Ja, zeg het eens. Ja, die vind ik, die vind ik wel goed. Ja, geef die maar voor. Uh, die is toch probeertje? Ja, dat is goed. Geef die maar. Ja, nee, dat is goed. Ja, wat smallere. Maar ja, um, zeg maar net zo'n blikje, zeg maar zoiets. Weet je wel, die uh, waar je spaghetti in doet, of, uh, of je macaroni. Die wil ik een paar hebben van. Waar ik dan ook, ja, maar die andere die ik heb, die pakjes die zijn te lang. Die moeten eigenlijk wat, wat de breedte, wat korter. Nee, die uh, witte bakjes waar ik dus ook mijn zakje saus in heb zitten en zo. Nee, nee, je nee, die snap je. Ik heb, ik heb toch in de kast die vier voorraadbakjes op een rij staan? Ja, die moeten wat smaller, van, van, van voor naar achteren, zeg maar. Moet maar even kijken. Ja, anders moet ik zelf maar een keer kijken hoor. Nou ja, kom maar goed. Ja, nee, dan moet ik maar even kijken een keertje. Wil jij uh, gele doekjes meenemen? Oké, okay, dank je. Ja. Yeah. Ja, die kan je loskopen, die deksels, vaak. Dan hoef je alleen het bakje mee te nemen. Dan kan je die deksels loskopen, vaak. Ja. Nee, ik vind die andere wel goed. Ja, dat valt nog mee, hè. Ja. Nou ja, dan weet ik dat. Oké, okay, dank je. Ja, kan Gina toch meenemen? Is goed. Doe. Dat was mijn moeder. Het was trouwens voor Beertje. ons hamstertje. Onze lieve hamstertje. Die... Uh, 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 Bodembedekking, zeg maar. Die gaat... Uh, in die bak. Want wij hebben in de winter vaak vocht in de serre. Dus dan moet het, dat spul... Dat wordt aan de onderkant nat. En als dat nat wordt, ja, dan heb je er niks aan. Want dan uh, plakt dat aan die zak. En ik wilde juist een bak hebben waar ik het in kon doen. Want... Als wij naar Valkenburg aan de grul gaan straks, moeten ja. we wel een beetje voer, uh, iets hebben om het mee te kunnen vervoeren. En ik heb wel een klein bakje om wat spul in te doen voor de reisbak die we kopen straks. Die kan ik in een bakje doen zo mee vervoeren. Maar die grote zak, die van 30 liter, kan ik niet zo in één keer. Hup, dat gaat niet. Dat is een beetje zwaar. Nee. Maar ja. ah, goed, buiten dat, um, die weegt best wel zwaar. En al eet zij best. Zes keer per dag, want nu doet ze het zo. Zochtens is het shame. Smirals, uh, tussendoortje is vaak fruit of komkommers of, of uh, augurkjes of uh, tomaatjes. Dan krijgt ze een frap of een boterham mee. Dat verschilt wat ik dit keer in huis heb. Uh, Smiddags is ze negen van de tien keer thuis. Daarna, na de lunch, is ze meestal thuis. Dus dan eet ze thuis fruit of ze krijgt fruit mee. Dat verschilt. Als ik zeg van nou, ik doe toch hier broodtrommel, dan kan je kijken wat je opkrijgt. En dan krijgt ze s'avonds het prakje. Vaak is het één bord, want ze krijgt niet meer. En dan wil ze vaak nog wel eens een tweede, maar dan zeg ik nee. En we gaan meestal negen of tien keer, twee keer in de week sowieso naar de sportschool. En één keer in de week proberen we, zolang dat we het kunnen. Meestal zitten we vol, hebben we allemaal afspraken, dus gaan niet. Wandelen we. Dan is het bij ons vanaf het. Uh, Vanaf huis naar het station, vanaf het station naar het ziekenhuis, vanaf het ziekenhuis naar een oud zwembad wat niet meer bestaat de, uh, Tropicana, helaas. Dan zo terug naar het station en dan up, langs, langs de supermarkt en zijn we thuis. Dat is een uurtje wandelen. Ja. En het is een mooie gelegenheid, want we kunnen gelijk ouwe kleppen, zien leuke dingen en we maken nog eens wat mee. En. Ik, voor mijn eigen, merk al dat mijn buik wel minder wordt. Want ik krijg keltjes in mijn buik. Dus ik krijg eigenlijk mijn ribbenkast te zien. Dat is eigenlijk raar, hoe je dat Ik krijg keltjes in mijn buik. Ja, dan krijg je hier. Oh, als ja. ik ga staan, krijg ik hier een inkeep. Dus ik krijg eigenlijk een gat. Dat is heel stom. Oh, dat heb ik ook, ja. En zij merkt het aan de... Kijk, ik kan me zo zeggen, dit was strakker. Ze ja. gaat even een klein beetje staan, als het lukt. Kijk. Dit je was, ziet, zeg maar je zo, ziet maar... wel een buikje, maar kijk nu... Was die eigenlijk was die zo? Dus dan zag je dit. Ja. Zeg maar zo. En nu. Los. Ja, zie je dat het los is. Dus feitelijk: Is. Uh, voor haar is die dieet die ik heb ondervonden. Je moet het bij haar geen dieet noemen. Bij haar moet je het gewoon een. een, een, een zet, zes gangen menu noemen. Omdat een dieet voor haar: Als je het woord dieet zegt, dan zit ze al. Gaat iets doen. Vind ik niks aan. Weet je wel? Zo, gang dan maar me nu. Hallo. Ja, zo noem ik het maar. Weet je, eet zes kleine beetjes. Dus eigenlijk eet je drie maaltijden, maar dan in kleine beetjes. En ik... Ja, oké. Okay, ik weet ook niet hoe je het anders moet de Nee, maar... maar ik noem het maar zo. Bij haar moet je niet over afvallen beginnen. Dan is bij haar de mindset. Ja. <laughs> ja. ja, weet je. Ik heb haar ook gestimuleerd om samen te sporten. Want alleen gaat niet. Die wil het niet. Want ik ben nou een paar dagen niet geweest, omdat we ziek zijn geweest ook. En fitloos zijn. Gaat zij niet in de eentje? Die blijft thuis zitten. Die gaat gewoon op de bank zitten. En die denkt: Pleurro. Ik ga nog in mijn eentje. Ik heb een paar weken geleden. ben ik een week lang gaan wandelen in mijn eentje. Ben ik één keer alleen naar de sportschool geweest. Ik doe het wel voor mezelf. Ik weet hier kan ik het. Maar mijn wil is er niet. Maar ik ben het omgedraaid. Ik heb gewoon gedacht. mijn wil, mijn wet, alles erop en eraan. Ik kan het. Jij wil van die buik dan moet jij er wel aan doen. En ik wil een tip meegeven: als je naar de sportschool gaat, of je gaat wandelen, of je gaat um, hardlopen, of je gaat naar een vereniging voetballen of tennis. Noem maar op, doe het voor jezelf. Als je ouder wordt, je knieën gaan eraan, je schouders gaan eraan, je onderrug heeft last. Je voeten hebben last. Je kan geen trappen meer lopen. Je kan als je oud wordt, beland je in een scootmobiel, rolstoel, rollator. Wie gaat er voor jou zorgen als je geen kinderen hebt? Niemand. Ja. Want jouw vrouw kan het ook niet, want die is ook dik. Of jouw man is ook dik. Die kan ook niet meer dadelijk lopen en doen. Doe het met een maatje. Zoek iemand op die naar een sportschool gaat of naar een vereniging gaat. Wat jij leuk vindt of wat jij denkt van: nou, ik ga het proberen voor een maandje. Kijken of het leuk is. En er zijn ook wel organisaties uh, binnen de gemeente ook natuurlijk. Van zoek een buddy. Of uh, Big Brother, Big Sister. Ja, zoiets. Iets weet je wel. Daar kan je ook aan, aanmelden, noem maar op. En gewoon zeggen: van ja, ik wil iemand uh, uh, hebben om mee te wandelen. Of iemand mee om te wandelen en sporten bijvoorbeeld. Kijk, wij zijn nu. Ik ben haar stimulatie. Zij wil niet elke week naar de sportschool. Dan heeft ze er geen zin in, omdat ze druk een week heb gehad. Maar dan zeg ik, kom ja, op. Eigenlijk moet ik het wel doen, eigenlijk. Maar ja, die, die knop oh, sorry, die knop moet ik nog steeds omdraaien, zeg maar. Nou, ik heb tegen haar gezegd, kom op, we gaan. En dan is ze bij de plek. Ze is gaan wandelen, ze is gaan uh, sporten. Vindt ze het heerlijk. Ik wil niet een 10, 20 minuten sporten. Dat weet ze. Daar ga ik niet voor naar een sportschool. Dan kan ik het net zo goed thuis doen. Ja, ja en ook voordat zij weer gaat zeggen wat leek wat dat ze de twee seconden erop zat en drie seconden erop zat. <laughs> ik, uh, ik begin altijd met fietsen vind ik gewoon leuk doe ik gewoon uh, alsof ik in Valkenburg ben weet je wel heuveltjes weet je wel en dat doe ik dan gewoon lekker tien minuten weet je wel en ik probeer als ik er weer ben probeer ik gewoon elf minuten te doen zeg maar in plaats van tien minuten maar dan probeer ik dan zo zeg maar zo nou, dan ben ik klaar en dan denk ik bij mezelf, weet je wat, ik ga die cross trainer doen. Nou, die cross trainer is dan zeg maar niet dat je zo doet. Weet je, net als uh, dat je die oude, uh, vandaag gezien, dus weet je, met die loopstokken, Stokken. weet je ja. wel. Maar dan ja. is dat zeg maar de cross trainer, zeg maar, daarvoor, eh, om die uh, beweging te mimikken, zeg maar. Die hou ik alleen maar 1 minuut 20 vol, maar ga ik weer, zeg maar, dan ga ik proberen 2 minuten op te doen. Trappen, nou, sowieso moeten wij vier trappen hier omhoog uh, lopen, om zo te zeggen, om bij ons voordeur te komen. Uh, doe ik dan op de sportschool. Maar dan hou ik het, zeg maar, nog eens een minuut vol. Dan hou ik het iets van 30 seconden vol of zoiets. Maar de volgende keer wil ik een minuut proberen te vol te houden. En dat doe ik dan iedere keer, zeg maar. En dan maak ik gewoon doelen voor mezelf. En dan maak ik het voor mezelf ook leuker, zeg maar. En. Dat moet je eigenlijk doen. Weet je, wel. niet gelijk zeggen van, oh, ik doe 10 minuten. Oh, ik doe dat. Weet je, wel? nee. nee weet, je wat, weet je wat mij geleerd is? Ik heb op een lady sportschool gezeten. En die vrouw die daar werkte, een schat van een vrouw, die zei, vroeg naar bed. <laughs> die zei tegen mij, elk vijf keer dat je iets doet, levert een gram op van je afvallen. Dus. Als jij je, uh, vijf keer dit hebt gedaan, doe je de andere kant ook vijf. Nou, voor deze week is het vijf. Volgende week ga ik naar een sportschool. Is het, vijf te... is het twee of drie erbij? Voel jij dat het niet meer gaat? Ja, dus stoppen. opbouwen. Dus wat is het eigenlijk 15, 15, 20? Ja, maar jij weer. zegt het in een heel ander iets. Maar wat ik dus bedoel is ja, opbouwen. En dat zeg ja, jij dus nu ook. Maar die zei dus ook van: niet gelijk denken. Ik kan het niet. Ik, ik, dat gaat niet meer. Stop ermee. Nee, ja, maar dat zeg ik ook niet. Maar opbouwen nee, is... Nee, maar ik bedoel ermee te zeggen dat het uh, feitelijk is. Wat jij zegt, is goed. Maar ik bedoel ermee te zeggen... De meeste mensen zeggen al... Oh, als ze er vijf gehad hebben, volgende week doen we er een uh, eentje erbij. Twee erbij. Nee, dan kom je er niet. Wat ik bedoel is... Je moet eigenlijk een, een, een volle sessie hebben. Maar heel veel doen. Twee seconden, stappen eraf. Oh, dat is niet voor mij. Ik kan niet... Trappen. Lopen. Nee, klopt. Ik heb korte benen. Als ik dat wil doen, dan trap ik dat ding kapot. En dit kan ik ook niet, want ik heb tekorten... Zo schouders. Nou ja, dat ook. Maar ook mijn armen zijn tekort. Dus wil ik dit doen, dan ga ik veel te ver naar voren. En dan ben ik bang dat ik afval. Ik doe altijd gewoon... Als ik kom, ga ik eerst uh, uh, wandelen... Zij doet, zij doet uh, ook zeg maar roeien, maar ik vind daar niks aan. Ik heb leren roeien. Ik wil ooit in mijn leven wil ik een keer, als het mij gaat lukken, een keertje met een professioneel iemand die daar verstand van heeft, gaan roeien. Oh God. Ik heb dat geleerd. Toen ik heel jong was, uh, uh, zijn mijn opa en oma die hadden een uh, baantje bij een uh, roeivereniging. Jij bent in Hilversberg. Dat is Nautilus. En je hebt er eentje hier in uh, Rotterdam. Dat is zeg maar uh, het Rotterdamse Vereniging. Daar, zat mijn Daar zit mijn huisarts ook. En die hebben mij leren roeien hoe ik het moet doen. Je moet over je knokkels heen. Niet dat je gaat roeien. Zo. En dit doen de meesten. Dat, dat doe ik heel veel. Ik kan het weten. Ik heb het een paar keer <laughs> gehad dat ik denk. <clears throat> maar maar goed. ook in ieder geval. Uh, bijvoorbeeld ben jij een. Uh, Verveeleter, om zo te zeggen. Verveeleter. Uh, in de zin van: uh, Je komt thuis en je gaat lekker rusten. Je doet Netflixie, uh, Disney Plus op, YouTube op, whatever weet je wel. En je gaat chips eten. Probeer gewoon dan, zeg maar, celderij met pindakaas te eten. Of komkommers, tomaatjes, snik tomaatjes, weet je wel. Dat te eten in plaats van chips. En anders, uh, als jij je verveelt. Uh, probeer dan uh, naar buiten te gaan, gewoon te lopen. Al is het een half uurtje, hoeft niet per se gelijk een uur. Nee. het een half uurtje, zeg maar. Om even je kopje leeg te maken, Duurlijk. noem maar op en zo. Uh, ga tekenen, diamond painting, doe iets dat je minder vervult. Zodat je minder gaat, ja, snijden, noem ik het maar. En uh, ben je een emotiater, zoals ik? Ik zeg het eerlijk, ik ben een emotiater. Dat heeft ze afgelopen week bewezen. Ja. Yep. Die heeft een halve pot chocola waar we een maand mee moeten doen. Heeft ze binnen een week leeggegeten. Na haar kosten heb ik het nieuw gekocht. Op haar kosten. Yep. En ik zei hem, als je zak nou leeg is, dan koop ik het niet meer. Dus, um, ja, ben je een emotieeter. Uh, maakt niet uit of het nou verdriet is. Iets negatiefs gevoel. Uh, boosheid, noem maar op. Probeer gewoon, al is het telefonisch, met iemand gewoon te praten erover. Waarom ik dat zeg, is... Uh, je voelt je niet beter op als je... Nee, wat ik, heb, wat ik heb gedaan, of uh, je gaat Burger King doen, of wat dan ook, zeg maar. Het helpt niet. Nou, of als ik, half jaar thuis zitten en dan geen regelmaat hebben van tijd om te eten. Je kop je bed uit. N nog heel. Zou ik nou maar eten? Nee, ik weet toch niet wat ik weet. Oh, weet je wat ik weet, hè? Moeder heeft die nog over. Ze zei dat ik het in de middag op kon eten. Nou, ik eet het nu al. Dan ben je fout. Want dan ga je bijvoorbeeld. Als je een prakje over hebt en het is maar heel beetje... ...en je moeder zegt, dan kan je eens lunch eten. En ik eet het als ochtendeten. Want ik eet alles door elkaar. Yep. En dan is het ook verkeerd. Kijk, ik ben ook misschien geen goede eter nooit geweest... ...met het feit van, ochtendeten doe ik niet. Ik ga naar de zaak. Is pauze. Eet ik niet. Tweede pauze. Eet ik niet. Want ik weet dat ik naar huis ga daarna. Zo, dan kom ik thuis... Dan denk ik, nou ik neem een toetje. Ik neem, een, uh, ik neem even een vrep en ik ga weer naar mijn moeder of ik ga weer naar oma toe. Want ik moet me thuis even omkleden en haar weer in. Of ik uh, zeg tegen ze, Wil jij nou wat eten? Heb je al gegeten? Nou, nee, ik heb net gegeten. Dan stop ik meteen, dan eet ik pas vanavond. En dan drink ik wel uh, twee, drie bakjes koffie per dag op de zaak. Of ik uh, drink nu liters water. Ik ben een waterklant, want ik drink echt veel water. En... Frisrank niet zozeer. Dat doe ik af en toe. Oké, okay, ik heb vorige week een woensdag ook patatjes gegeten. Frikadellen en kroket. En een blikje blik drinken. Maar dat blikje drinken was wel zonder suiker. Dus dat schulde wel weer. Mijn favoriete sp uh, spreid Ja. Yeah. Met lemon. Maar om zo te zeggen. Ik, heb, ik kan het ook voorstellen. Ik heb een collega die heeft suiker. Die heeft zo erg de suiker. Die eet geen vet. Die eet geen suikers. Bijna niks. Wel, elke dag zijn fruit. Gewoon normale boterhammen met beleg. Maar, die zeggen ook, nu ga ik je vet eten. En die hele maand eet hij geen vet. Begint weer de nieuwe maand weer een vet. En zo doen wij dat nou ook. Wij proberen wel vet te eten, want je moet een beetje vet hebben. Dat is goed voor je huid. Maar, wij proberen nu zo, s ochtends te eten. Nou ja, mevrouw dan met een shake, dan de tussendoortje verschilt. En ja, als ik thuis ben, is het gewoon uh, een cornflakes of gewoon een uh, broodje? Maar 9 van de 10 keer hebben we geen cornflakes, want het is eigenlijk ook, mag eigenlijk ja. ook niet. Dus die maken ze eigenlijk, maar ik haal het af en toe. Ik haal die keer dan van haar of een keer die we samen kunnen eten. Maar uh, snoep of koekjes of chips of wat voor dingen in huis, hebben we haast niet. Met mijn ouders na en nou ja, sinds dat we hier he? wonen, appels, soep. Mijn tante kwam ermee voor mijn verjaardag een potje met uh, van die lekkere, uh, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Nostalgie. Nostalgie snoepjes erin. En nu zit hij vol met Engelse snoep, Nederlandse snoep, allemaal Amerikaans. door elkaar. Amerikaans. Hebben we gewoon nu in huis, ook voor de visite, maar ook voor onszelf een keertje om een keer te belonen. Je kan niet zeven dagen per week je aan het dieet houden. En zij mensen die het kunnen, toppie. Respect. Maar nou, wij doen zes dagen sowieso vasten. Oftewel een dieet volgen. Wat bij ons nodig is. Mm -hmm. En dan is het zaterdag of zondag wanneer wij de deur uitgaan. Proberen we wel op te letten wat we eten. Maar als het niet gaat. Kijk, wij gaan um, met HDCC uh, in november. Nemen we sowieso bloot mee. Koffie, thee. Natuurlijk een snoepje, want je wilt natuurlijk als je weg bent in de trein, wil je wat lekkers. Tuurlijk, maar op het festival zou je best wel iets kopen wat je aantrekt. Mm -hmm. Dat is, het kan Japan zijn, het kan Nederlands zijn, het kan een andere taal zijn, het kan uit een serie komen, uit een film komen. Wil je toch proberen? Want wij zijn van het proberen in een review. Of, oh dat lijkt me ook zo, dat is lang geleden. Dat wil ik eens een keer eten. Ja. Of zo weet je wel. Maar wij... net, net als bijvoorbeeld uh, courgette Dat is ook weer een tijd geleden. Maar ja, dankzij mijn werk, die hun eigen producten uh, kweekt, om zo te zeggen. Maar dan is het echt zo groot en zo dik. Courgette Ja, ik heb er nog twee in de vriezer liggen. Dus die ga ik van de week eens even uithalen. Mijn vrouw is deze week vrij. Dus die gaat boodschappen doen. Dus dan, moet je, dan ga ik me nemen. Yep. Ik heb, de rest heb ik al. Ja, en deze mevrouw gaat... Uh... Boodschappen, je maken. Ja, dus maar... ik. Ben... Oh ja, mocht je willen weten wat de datum is van deze opname... 8 oktober hebben wij deze opgenomen. Ja. Maar we willen gewoon bij deze zeggen van... probeer voor jezelf doelen te stellen. Al is het lastig. Kijk, ik zal ook niet binnen een jaar afvallen omdat ik 90 kilo weeg. Zij zou ook niet, met de kilo die ze weegt... ook niet zeggen, ik val binnen een jaar af... Ja, en wij doen het eigenlijk best wel niet te snel, maar ook nee. niet te langzaam. Uh, waarom? Als het te langzaam gaat, dan is het een yo effect de Ene keer wel, en de andere keer niet eraf, zeg maar. Uh, doen we het te snel en we zouden dan afvallen snel. En we eten een keertje per ongeluk iets vets of iets verkeerds, laat ik het zo zeggen. Komt het er weer aan, om zo te zeggen. En op deze manier kunnen we ook onze huid, zeg maar, mee. Uh, hoe, hoe noem je dat? Uh, mee trainen dat het strakker ja. wordt. En kijk, nu doen we twee keer in de week sporten. En één keer in de week misschien een keer wandelen. Maar in de wintertijd moeten we meer sporten. Omdat je dan minder vet verbrandt. Ja. Zomer verbrand je veel meer vet. De lente ook. Als het weer mee toelaat. Maar wij werken ook vier à vijf dagen in de week. Ja, ik werk met machines zoals uh, Bosma en bladblazen. Nou, die, uh, een, 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 een bladblazen is al 40 kilo op mijn rug. En Bosmaier is uh, 25 kilo uit mijn hoofd. Uh, die aan mijn heup zit, om zo te zeggen. En het is natuurlijk zo'n beweging. Maar ook natuurlijk uh, het tegenhouden dat hij niet zo gaat doen. Of die kant in één keer gaat, om zo te zeggen. Nou ja, bla ze precies zo. Die hebt dan natuurlijk een druk. Omdat je dan aan één hand, zeg maar, zo doet. En die druk, zeg maar, oh. gaat zo dan, zeg maar moet je ook natuurlijk volhouden. Ja, maar... uh, plus natuurlijk het opruimen. Nou, het, die zakken kunnen natuurlijk, als het nat is geweest, die zakken kunnen dus zwaar zijn. Nou, dat is ook nog ja, een beetje uh, ja, hoe moet ik het zeggen, spiertraining om zo te zeggen. En natuurlijk als ik uh, aan het papier prikken ben met de papierprikploeg om zo te zeggen. Nou, dan uh, maak ik wel op één dag maak ik al uh, best wel veel kilometers. Nou ja, ik wilde gewoon mee zeggen, we hebben natuurlijk werk wat zwaar is, maar min dat probeer ik wel op zeg maar op de maandag, op de woensdag en op de vrijdag probeer ik die dagen uh, zeg maar uh, te gaan sporten. Op de dinsdag is voor haar de livestream, tot donderdag is voor haar de livestream, die er nou niet zijn heeft op het moment, omdat... Uh... De nieuwe week wel hoor, in mijn vrije oh, ja. week. Maar bepaalde dingen kunnen niet doorgaan omdat we iets missen. We missen een onderdeel. Maar um, ik wil mee zeggen: ja, zaterdag zondag zijn wij of naar buiten. Of we zijn met mijn moeder. Of bij haar moeder. Of we zijn met oma weg. Willen we gewoon laten zien dat je ook gewoon. Um, het hoeft niet per se, sportschool. Als jij geld er geld niet voor hebt, zijn er zat middelen. Je kan gaan je wandelen. Kan wandelen. Je kan gaan hardlopen, um, je kan gaan fietsen. Je kan uh, uh, ja, Miron bijvoorbeeld opzoeken voor uh, lekker gezonde recepten of haar. Ik <laughs> Koken met Dina. Uh, je kan bijvoorbeeld ook eventueel uh, googlen naar uh, huis uh, oefeningen. Ja. Zoals uh, wat je moet doen met een, met, bij een, een stoel. Uh, Crunchje op de grond. Noem maar op, zeg maar. Je kan op de tv kijken. Elke ja. ochtend om 9 uur heb je oude gymmen. Ik noem het al bejaardig, Jim. Maar mijn moeder doet het. En mijn moeder, die is 60. maar die doet het tot 10, 20 jaar al. M mijn moeder is niet zo dik. Die weegt, die weegt uh, 48 kilo. Maar mijn moeder probeert wel, door de pijn en wat zij allemaal heeft, probeert zij wel uh, lichamelijk goed te voelen. Dat ze gewoon de werk kan blijven houden wat ze doet, en dat ze toch dingen kan doen. En dat is zal de, uh, gewoon... Je moet en zal jezelf moeten bewijzen dat je het kan. Ja. Niemand kan zeggen tegen jou, je moet. En als je een keertje een verwend dag hebt... Of een cheat day noem ik het maar op. En je bent bijvoorbeeld buiten en je bent bij de Bram geweest. Nou, Bram is sowieso eigenlijk gezond, want dat is van aardappels. En je kan het zien dat ze het maken van aardappels. Maar goed, daar van los. Je, je, je pakt een, 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 ja, een, een, een zakje patat. Uh, of je gaat een keertje gewoon naar de McDonald's toe, noem maar op en zo. En mensen kijken je fucking vies aan en fucking arrogant aan. Dikke vinger. Je hebt het verdiend. Je hebt heel de week hardlopen, zwoegen. Je hebt hardlopen, uh, lopen, hardgelopen, sportschool, uh, thuis dingen doen, noem maar op. Veel water gedronken. Uh, zes keer per dag proberen te eten. Goed gegeten, uh, weet je wel. Fuck it. Je hebt het verdiend. Ja. laat die uh, mensen maar lekker kijken, dan oh, weet ik het allemaal. Dat hun lekker uh, als, als konijntjes willen zijn met alleen maar twee, drie uh, blaadjes sla en een, een konkommertje, Moeten zij weten. Maar ja. jij hebt het verdiend, want jij werkt hard. En dat zeg ik dus ook nou eigenlijk in tweede persoon naar mezelf. Nou, weet je wat het is? Ik zeg altijd, als jij goed je best doet voor wat jij wil bereiken, kan je er altijd wat voor terug doen. Dus één keer in de zoveel tijd, een keer in Wat je hier deep. wilt, kan je bereiken. Ja. Als je het maar gewoon toelaat. Van, ja. ik kan het. Gewoon jezelf in een spiegel kijken en gewoon zeggen van... Trut, eikel. Of je man of vrouw bent, I don't know. Weet je wel? Trut, nee. eikel. Je kan het wel. Ja. Suf, kut. Waarom loop je zo, zo te doen tegen jezelf? Je kan het. Kijk, er zijn heel veel mensen die kunnen de spiegel niet inkijken. Die vinden ze eigenlijk niet mooi. Dat zeg ik ook altijd tegen mezelf. Nou, het gaat er gewoon om. Het feit gewoon dat mensen in de spiegel kijken en als ze ze. Nou, vindt iemand mij nog aardig? Vindt iemand mij nog mooi? Vindt iemand mij nog knap? Heb ik nog uh, de, wel het perfecte lichaam om ooit af te vallen? Kan ik het wel? Nee, ik kan het niet. Wat zitten de mensen in. Nee, ik ben lelijk. Nee, niemand vindt mij mooi. Niemand wil een relatie met mij. Mijn ouders houden niet van mij. Wout. Je ouders houden altijd van je, diep in ons hart. Die uh, achter jou staan. Zoals mijn moeder. Zoals haar moeder. Haar zus. En mijn oma. eigenlijk ook zeg maar. Ik hou het eigenlijk vast. Um, dat ik als ik af ben gevallen. Kijk ik zal altijd breed blijven. Dat zit helaas in de familie. Maar. Dat interesseert me eigenlijk vrij weinig. Zolang ik zeg maar. Uh, mijn buik minder wordt. Weet je wel. Omdat mijn silhouet een beetje gekrimpt. Weet je wel is. En dat ik gewoon een. T-shirt aan kan trekken. Oké, okay, het is dan een t-shirt bijvoorbeeld dat het echt gewoon aan huid is. Of een klein stukje dat je je, je navel ziet en zo. Maar dat ik zo'n shirt aan kan trekken en dan kan zeggen: van, Ik voel me fi fijn hierin. Ik voel me, ik voel me goed. Weet je wel, dat ja. hou ik dan zelf vast. Kijk, ik heb Maatje L. Ik had vroeger Maatje N. Nou, het, het gaat nu naar DXL. Dus dat is ook een fuck kijk zij heeft drie keer XL en dat gaat nou naar de twee keer XL en dan gaat het naar L. We moeten bij de L blijven, want wij zijn allebei best wel wat breder. We zijn allebei... eigenlijk gewonder zijn dat ik een M ooit zou dragen, yeah. maar dan maar... hang ik me ik op. Ja, maar kijk, <laughs> <tie> yeah. maar kijk, als ik nou zo zeg, we hebben allebei best wel een stevige bovenbenen, stevige bovenarmen, stevige borsten, dus ja, wij hebben best wel een, een groot maatje. Maar we zullen nooit kunnen zeggen, we gaan een keertje naar de S. Want dan uh, zijn we echt te uh, dun. Ja. Yeah. Dan hebben we zo gespoord dat we gewoon een bottle zien. Oh ja, nee. Eeuw. Ik wil nee. geen bodybuilder worden. Voor degenen die dat zijn en willen. Prima, het ziet er bij sommigen hartstikke mooi uit. Nee, heb... dat niet, nee. Nee. Ik vind gewoon, Maaikje L vind ik prima. Maar dat onze buik al weg is. Ik zou dan uitzien met een klein lichaampje, maar mijn kop is gewoon te groot dan voor mijn lichaam dan. <laughs> En jij hebt dan een klein kopje, maar dan met een groot lichaam, bijvoorbeeld. Ziet er ook niet uit. Nee, heb ik zo kohe en zo. <laughs> en een klein kopje. <laughs> nee, maar ik wil gewoon adviseren. Gewoon doen waar je je eigen bij voelt. En gewoon denken, ja, ik kan het. Al staat er niemand achter je, ik weet dat ik het kan. Ik weet dat ik het wil. En ik ga er gewoon voor ja En je kan zat dingen doen, al is het niet meer geld te maken. Dan je kan is... zelfs uh, boksen in de lucht. Kan je ook gewoon doen, ja. Ja. In de lucht. Je kan een paar handschoenen kunnen kopen, Decathlon. Je kan Decathlon merken kopen, en dan kan je ook meer sporten. Of je kan ook opzoeken bij de gemeente, of bij je huisarts, of bij instanties van kan ik uh, een pro proef mee draaien met iets, om te kijken of dat voor me is. Ja, en en ook de hele gevoel naar de eindstreep, de finish, dat jij ja. behaalt hoe jij wilt zijn, zeg maar. En dat je gewoon kan. kan en je. Pesterijen en uh, idioot week het allemaal van. Zie je, ik heb het gedaan. Maar je moet wel onthouden dat je het een soort vast moet houden. Ja. Het is niet dat jij. Zegt. Ja, het is moeilijk natuurlijk om vast te houden. Dat zeg ik ook wel. Maar hou je het vast, dan ga je ook op den duur minder moe ja. voelen. En je lichaam gaat dan ook veel beter aanvoelen natuurlijk. En. Ja, het hoeft niet snel te gaan of wat dan ook, maar als je bijvoorbeeld iets aan hebt gehad die een beetje strak was en die een beetje los is, wees daar gigantisch trots op. Als is het heel klein, ja. en al zegt de weegschaal wat anders, fuck die weegschaal, fuck dat het heel klein is. Als jij een t-shirt aan hebt die ineens een beetje ja, flattert, om zo te zeggen, dan heb jij al prestatie gemaakt. Ja, ja. dat vind ik juist ook. Maar uh, ik wou waarschijnlijk een het kwijt ja. Maar goed, in ieder geval, je, 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 je grens is hier en je grens is straks daar zo bovenop. En je moet het vast blijven, hoe rot het ook klinkt, waarom jij kan dan weer een hebben? hebben, oh, Maar het boeit me toch niet meer. En weet ik. Maar je kan ook zeggen, hier is de lat. En ik zet nou hier. woehoe, Ja. Dat is ook bij een model. Ik zie er ook niet uit. Nou wel, je kan een foto nemen van jezelf. Hier een foto van 2024. En 2026, twee jaar later, ben je in een keer een ja. stukje dunner. Ik kan het je ook zo zien. Niet of de ene of andere dat TLC een goed programma is om daar naar te kijken, Maar een voorbeeld. Er zijn mensen die willen heel goed afvallen, maar die kunnen het niet. Die hebben stress of die hebben gewoon een probleem met zichzelf. Die man is. Eigenlijk ook dik vind ik. Maar hij helpt die mensen met een maagverkleining. En 80% zit zo. En waarom ik dat zeg. Je hoeft niet altijd een maagverkleining te hebben. Maar soms is het nodig. Yeah. Soms kan je niet anders. En deze tut die kan het zonder een maagverkleining. Want die krijgt geen maagverkleining. Omdat ze op de gewicht is die ze eigenlijk moet zijn. Van dat je geen maagverkleining krijgt. Yeah. En ik weet dat ze het kan. Maar alleen deze pant zegt. Vak af, pleur op, doe het zelf lekker, laat ja. mij naar buiten. En nou gaan we gewoon, kijk, wij zitten nu in, in positie, wij zijn verhuisd in uh, 2023. Nee, 2023. Uh, 2022. Sorry, 2023 zitten precies een maand, een jaar en een maand in dit huis, bijna. En we hebben ups en downs meegemaakt, we hebben uh, mensen zien overlijden, heel erg. Wij hebben zoveel moeite gedaan om, om ons naar boven te halen en dingen te doen, dat we nu uiteindelijk weer een stapje dichterbij zijn om naar de sportschool te gaan, om te gaan wandelen, om activiteiten te gaan doen. We zijn nu gisteren met mijn schoonmoeder mee geweest om haar vierjaarskloot te kopen plus minus mijn kro, wat ik niet wilde, maar oké. Okay. <laughs> paar nieuwe schoenen en mijn mooie jackie die ik wel aan heb. Maar we hebben gisteren salade gegeten. Oké, okay, we hebben gisteravond pizza gegeten. Maar die pizza was wel uit steenoven, Zelf gemaakt. Verse ingrediënten. Niks slechts. Niet vet. Lekker slap. Dat vond ik wel lekker. Bodempje aan de buitenkant, lekker krappig. Zulke pizza. Je bent er wel voor. Maar daar heb je ook een goede pizza. Nou, en dan is het deze week gewoon geen pizza meer. Geen patat meer. Niks. Nee. Want we hebben deze week eigenlijk drie keer eigenlijk een beetje uh, gezond, omdat we eigenlijk uh, ja, slechte dagen hadden. Laat thuis, uh, die was weer wat aan het doen in huis, ik was weer de deur uit. Kijk, ik zorg voor mijn oma en mijn moeder, zij zorgt voor de eigen moeder, voor mijn moeder. Dus we zijn een uh, oma, dus we zijn... Uh, hup, de, 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 de. We moeten werken, we komen thuis, we zijn de deur uit. Ja. Eventjes een moment. Ze zijn allemaal een leeftijd dat ze allemaal gewoon ja wat markeren. Mijn moeder markeert al uh, 40 jaar wat. Zolang ik haar ken, dadelijk. Nou, haar moeder is al levenslang ziek. Mijn oma gaat ziek worden, een beetje. Die heeft twee versleten heupen. <kliek> en uh, die uh, is gewoon uh, op. Straks. Ja. Dus ja, ze is al 82. Maar ja, ik zeg al: je moet alles moet jezelf doen. Als je het zelf niet doet, en het is leuk. En positief dat er iemand achter jou staat, die met jou meegaat of jou stimuleert. Maar je moet niet iemand hebben, je moet afvallen. De dokter zegt dat toch: dadelijk heb je dit, dadelijk krijg je dit, daar heb je niks aan. Mijn huisarts deed dat in het begin ook. Die zei je moet afvallen. Ziekenhuis, oh ziekenhuis, afvallen mevrouw. Je hoofd, dadelijk krijg je zo'n hoofd, kom je er niet meer af. Zit je met een drain in je lichaam? Wil je ook niet, val af. En in, maar toen ik dat zinnetje hoorde van ik krijg een dreef, toen was ik ah nooit. Ik kan niet zwemmen meer, ik mag niet meer in de zon, ik moet helemaal ingepakt lopen, ah, ah. ga ik voorkomen. Nou, ik ben er voorkomen, mijn hoofd gaat nu een dus stuk rustiger, maar voordat je het weet zit je. Die kent dadelijk niet meer de trap die kent dadelijk niet meer zeggen van uh, ik zie haar oud worden. Nou, het is wel verbeterd qua trappen. Ja. Ik ben niet meer zo aan het hijgen. Nee, maar ik, ik noem een voorbeeld. Dat je niet kan zeggen van... Ja. Oh, ik kan dan niet meer. Mijn vrouw kan nu trappen lopen. Beter. Die kan nu een Ja, stuk ik hijg wel nog, maar niet meer zoveel... <laughs> Weet je wel? Nee, maar die kan nou ook een stukje langer wandelen. Die kan niet zeggen, pijn mijn benen. Ik moet er doen. Nee, maar... Gisteren hebben we natuurlijk uh, bekend eigenlijk de hele stad rondgelopen van het centrum, zeg maar. Zo wat, ik gel. Ja. En we kwamen thuis en ik ging dan even zitten. En ik ging dan weer opstaan om dan even de zonnescherm naar boven te brengen. Zo. Nou, kijk, weet je wat het is? Het is continu, het is de Markthoven. Nou, ja, het was naar Blaak, dan markt over, Eén uh, gedeelte, dan de andere gedeelte. Dan naar Sint-Louiskerk kop koffie drinken. Dan weer helemaal de stad in schoenen zoeken. Dit, dus dat. Dan weer naar Rema. Dan ga je het wel voelen. Want je zit eigenlijk te weinig. Wij doen soms nog wel eens tussendoor even. Gaan we winkelen. Zullen we even pakje doen. Oh, gaan we dadelijk even lunchen. Dan zit je. Maar mijn schoonmoeder is. Deed door, door, door. door en dan pas zitten. Ja. Maar ja, die is ook op leeftijd. Die is ook ergens in de zestig. En die denk ook niet aan drijven. De die denkt meer aan de lol. Aan de leukerheid. Maar ja, je wordt ouder. Je, dat gaat gewoon niet meer. Al ben je jong en ben je oud. Je moet toch denken bij je eigen. Ik moet er zelf wat aan doen. Dus, wil je liever dik zijn of wil je liever dun zijn? Het is je eigen keuze. keuze. Maar later, als je ouder wordt, is niet leuk. Ik heb twee familieleden in de familie. Eentje is dik, eentje is gewoon niet ziek. De ene is zo dik, die zegt altijd tegen me, word geen tante van me. Word niet zo. Als je zo wordt, je jankt in een rolstoel straks weer. En mijn ander niet nicht van mij, die zegt dan altijd Hey, wil je mij horen? Moet je zelf wel doorgaan! gaan. Hey, waar is die pants van je? En dan kijk ik er altijd aan en dan zegt Ja, deze kan niet meer lopen straks weer. Deze kent niks meer. Die heeft een burn-out opgelopen, door de stress en alles. Is maar die ligt aan. En hoe is ze nou? Dun. Mm -hmm. Ze moet zelfs een gaatje bij de beroep bijtrekken bij de huisarts. Omdat de huisarts uh, met pensioen ging. <laughs> Zat ze. Ze zeg ja, toen, hij zakt af ja, hoe komt dat? Ja, een klein beetje van de stress, maar aan de andere kant heb ik afgevallen. En wat voeten ze er eigenlijk bij? Zo. Ze ook nooit dat ik zo zou worden. Ik ben gewoon niet ziek. Ik heb het aan mijn knieën, ik heb het aan mijn voeten, ik heb het aan mijn schouders, ik heb het aan mijn hoofd, ik heb het aan mijn oor. Ik zeg, nee, ik wil niet meer hebben. Ik kan gewoon soms sommige dagen niet meer. Maar ik blijf doorgaan. En ik weet als ik afgevallen ben dat het een stuk minder wordt. Dan ik denk ik, ik heb geen hartziekte straks, ik word geen suikerpatiënt. Nee. Die ga ik voorkomen. En het zit bij mij ook in de familie, het zit bij haar in de familie. Alle, alle reuma, noem maar op, kanker, uh, ik zeg maar wat. Uh, al die dingen kun je voorkomen. Ja, dat kan niet. Ja, je kan het een beetje voorkomen door, door gewoon jezelf fit te houden. Kijk, mijn tante zei altijd: die kanker heeft, heeft gehad, die heeft de twee borsten weg laten halen, ze is helaas overleden. Die zei altijd tegen mij: je kan kanker voorkomen op een bepaalde situatie, je gezonde Dat Je probeert je eigenlijk gewoon drie keer per dag te eten: minder vet, minder suiker, uh, uh, minder uh, zoetstoffen, gewoon normaal eten. Maar ja, overal zit suiker en zout en zoetstoffen in, helaas. Ja. Maar je kan het voorkomen om min mogelijk te eten: fruit één of twee keer in de week. Of elke dag is ook niet echt goed. Je kan ervoor kiezen om dan het, 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 het koekje wat bij de koffie ligt te laten liggen. Om dan te zeggen van nee, dat doe ik niet. Als je in een restaurant bent. Je kan ervoor kiezen, ik neem een salade in plaats plaats neem een stukje vlees. Je kan er allemaal zelf voor kiezen. Ja. Maar je moet het zelf alleen maar willen. En ik zeg altijd, het is je eigen hersens. Het zit hier. Maar je hersen moeten ook meewerken. Dat je wilde niet is, is de weg er ook niet. En als jij wilde wel is, is er een grote weg. En er zijn ook extremers die gaan zeven in de week naar de sportschool en die trainen zijn helemaal lam om af te vallen. En die vallen in een maand een kilo of twee af. Logisch. Maar wij willen gewoon dat we gewoon. Ja, bij ons is het eerst het vet. En dan sta je op de weegschaal, je weegt nog steeds 90 kilo. Dan denk je, denk je dan? En je weet dat je afgevallen bent, dat je tussen het wat, strak, wat losser zit. Je, je broek zit wat losser. Uh, het zakt af. Je moet de hele tijd hijsen. Wat ik al de hele tijd, een weekend heb met mijn broek van mijn werk, dat heb ik altijd hijsen. En het hij zit strak. Maar ik kan hem niet strakker doen. Kan ik kan het niet ademen. Omdat mijn kilo er nog niet af is. Ik weet dat het vet weg is. Dus je bouwt je vet op. En die verdwijnt dus. En dan ga je kilo's. Maar ja, snel afvallen is ook niet goed. Nee. De tip is om iedere maand gewoon minimaal een kilo af te vallen. Ja. Lukt dat niet de ene maand, de nieuwe maand meer, en gaat het echt niet, dan moet je naar de dokter om te vragen of er een specialist naar je kan laten kijken. Als je binnen een maand of vijf zes niet afval, dan is er echt wat met je aan de hand. Ja. Die tip kan ik je geven. Ja. Maar de quote van de week is weer: wat zou je doen? zou je liever een maagverkleining willen omdat je denkt dat het gaat sneller afvallen of zou je liever zeggen van um, ik neem een personal trainer en ik doe dat elke dag met die personal trainer Dan ga ik trainen net zolang dat ik afval. Wat is je keus? Twee. Tweede. Ik zou eigenlijk ja, het ligt eraan. Kijk, een maagverkleining is niet altijd goed, maar ik weet dat het bij heel veel mensen helpt. Dat hebben een kennisem ook gehad. die is er heel veel van afgevallen. Maar aan de andere kant zou ik zeggen, dan kies ik liever voor die personal trainer. Als ik die zou krijgen. Dan ga ik liever elke, elke dag, al heb ik tegenzin, toch naar de sportschool. En ik zie mijn trainer en ik denk, die gaat mij een uurtje laten zweten. Ja. Die wens is er nog steeds bij mij. Om ooit eens een keertje, een week lang of een paar maanden, met een personal trainer mee te trainen. En dan ook echt de dingen, dat ik denk, die heb ik nog nooit, nooit gebruikt. Echt ervoor te gaan. Me echt helemaal kapot laten gaan die dag. Dat zou ik eens een keer een week lang mee willen doen. <laughs> dat lijkt me ooit eens een keer leuk om te doen. Eens kijken hoe dat wel valt. Nee, ik heb het al een keer gehad en ik vind het niks. En misschien heb je geen goede gehad. Ik weet het niet. Denk ik. Want kijk naar Pim. Die het bij Enzo doet. Is... Enzo vindt het niks. Maar hij vindt Pim hartstikke geweldig en leuk. En hij doet het ook. Maar hij is helemaal gek op Pim. Het is een sportfinaat. Maar zij... Doet wel zoals het hoort. En die is helemaal gesloten. En die voet eruit naar fit. Maar die wordt geen bodybuilding als ze niet wil. Die krijgt training. Gewoon om die spiermassa een beetje op te bouwen. Maar gewoon lekker in je vel te voelen. Dat wil ik. Denk dat jij ja, dat ook wel zou, zou doen. Yeah. Om het een keer gewoon een week uit te proberen. Al krijg je proefles voor een week. Zou ik het nog doen? Ja. Yeah. En misschien klik ik het niet. En misschien zeg je: Oh, ik doe 35 euro. Uh, voor een sessie doe ik wel. Dan schrap ik de sportschool, dan ga ik daar alleen. Mm -hmm. Zo zou ik er dan voor kiezen. Maar dat is er ooit nog eens een keer mijn ding. Nou, vond je deze video leuk? Geef een duimpje omhoog. En wil je meer weten? Volg DavyPlaysGames Place Games voor reviews of games of vlogs. Dan zou ik zeggen: abonneer. En wil je kokerellen of wat dan ook? Koken met Dina. Ja. Dan zou ik nu zeggen bij deze. Fijne dag. Tot de volgende keer. Doei.